Onze grootste uitdaging momenteel is natuurlijk dat we wereldwijd zaken doen, maar dat we beperkt of niet kunnen reizen. Een net zo grote uitdaging is het genereren van nieuw business, dus het vullen van de pipeline. Beurzen die afgezegd werden, handelsmissies die niet doorgaan, klanten die niet bezocht kunnen worden, maakt het voor ons erg zorgelijk. Enerzijds heeft dit effect op onze projecten, waarbij de deadlines in gevaar kwamen, omdat we konden geen supervisors naar projecten sturen, onze specialisten konden de projecten niet bezoeken. Dit hebben we opgelost door meer met lokale partijen te gaan werken. Onze klanten hebben gezorgd dat we een aantal reizen wel konden doorvoeren. We hebben meer gebruik gemaakt van ons partnernetwerk en we hebben zelfs lokaal extra mensen aangenomen. Dit hebben we opgelost door digitale kanalen te gaan gebruiken. Denk aan het organiseren van webinars, het meedoen van webinars. We hebben een aantal keer meegedaan met een RVO digitale handelsmissie, wat ons erg goed bevallen is. En op deze manier proberen we dat te compenseren. Ook hebben we geïnvesteerd in onze marketingafdeling om al die digitale kanalen beter te kunnen faciliteren. En ook om te zorgen dat we bijvoorbeeld webinars in huis kunnen gaan organiseren. Mijn eerste tip is investeren in je netwerk. De tweede tip, durf in marketing te investeren ook als het even tegen zit. De derde tip, maak gebruik van RVO, de ambassades en eventueel Venedex en eventueel andere organisaties. En de vierde tip is, kijk vooral wat er wel mogelijk is.